En voor mij is het eigenlijk best wel heel spannend om mee te doen, omdat het ook voor het eerst is dat ik een soort van coming out heb voor het feit dat ik dus ook autisme heb. Ja. Ofwel neurodivers ben. Ik heb dat nooit. Ik ben natuurlijk al wel vaker in de media geweest. Eigenlijk al zo'n 15 jaar, maar dit heb ik nooit verteld. Maar wat betekent dat dan in jouw geval? Want er zijn heel veel vormen van autisme. Ja, precies. Het is echt een spectrum. Nou ja, in mijn geval betekent het eigenlijk dat ik als kind het echt wel heel moeilijk heb gehad. En eigenlijk de wereld niet begreep en de wereld begreep mij ook niet. En er waren echt wel allerlei kenmerken. Achteraf zie je dat natuurlijk extra goed. Maar in mijn huidige leven zie ik het vooral als een kracht. In mijn werk het is echt vooral een kracht geworden. Ja, want daar gaan we nu heen, hè? Jij hebt de NAAN-methodiek bedacht voor mensen met anorexia. Hoe help je ze dan? Ja, dat klopt. De NAAN-methodiek staat eigenlijk voor New Approach Anorexia Non-Specified. En ik heb de methode zo genoemd omdat ik geloof dat er meerdere vormen en ook uitingsvormen zijn van anorexia. En dat er met name bij hardnekkige, ernstige en zeg maar moeilijk behandelbare anorexia, dat er eigenlijk altijd meerdere onderliggende oorzaken zijn. Dus jij kijkt En dan eigenlijk buiten naar de dat ook. oorzaak en niet zozeer van hoe kan ik je even snel helpen, maar vooral hoe kan ik je langdurig helpen? Ja, inderdaad. Ja. Ja, daarin speelt een hond ook een belangrijke rol. Een hulphond, hoe zit dat? Ja, klopt. Autisme zorgt er onder andere voor dat je van nature moeite hebt om dingen bij jezelf te herkennen. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn gevoelens van honger en dorst of vermoeidheid, maar ook emoties. En wat die hond eigenlijk doet, die maakt je eigenlijk bewust van je eigen gevoelens of van hoe het met jou gaat. En ik heb dan bijvoorbeeld jongeren en die sturen mij dan een appje en die zeggen van ja, mijn hond die drinkt ineens zoveel. Hoe komt dat? En die zijn dan eigenlijk bezorgd om de hond en denken dat ze naar de dierenarts moeten. En mijn eerste vraag is dan eigenlijk van goh, hoe gaat het vandaag met jouzelf met drinken? De hond herkent dat jij te weinig drinkt, gaat daardoor zelf meer drinken, waardoor jij denkt van, oh, er is iets aan de hand. Ik vind dit een bijzondere uitvinding die jij hebt gedaan, samen met de hond eigenlijk, hè? En dat is dus die NAAN-methodiek waarvoor jij bent onderscheiden. Dankjewel. Geniet van alle aandacht die je gaat krijgen hierbij. Ja, heel graag gedaan. Ik vind het Oké. superleuk. Ja, ik vind het echt bijzonder dat zo'n hond dat soort dingen ook kan aangeven. Hey, jij bent de hele dag onze ziel van de dag, Anjana. Dankjewel, hè.